Hey mensen, je kijkt naar Spooky 611 en welkom bij een nieuwe Co-op Master League. Het is 21... We moeten tegen Bugatti TV, joh. Het is 21 februari 2019 en we moeten tegen Real Betis. Waarom Bugatti Fire? Dat lijkt net op een Bugatti logo, dat die gekke B. Oh ja, daar in het midden. Ah, I got it. Wij moeten het weer gaan proberen. Naar een verlies, een 2-0 verlies. Het team speelde voor geen meter meer. Begon met Matthijs de Ligt. Zullen we hem gewoon op DMF proberen? Fuenzalida, DMF guy. Maar zijn balwinning is ook 62. En zijn defensive prowess gaat ook in de 60 bijna. Oh. Fuenzalida komt erbij. En we gaan toch voor de lengte. Nee, daar gaan we niet voor. Oké. Nienkepper in de spits, Werdecker op links. Charisma op rechts. Nee, Fuenzalida op rechts. We gaan gewoon het even omgooien. Maar we hebben niet echt verder middenvelders volgens dit gebeuren. Maar dan gaan verder we... Verder hebben we Garbaggio zetten we op DMF. Waar die... Oh nee, op CMF zetten we die. Want dat is de echte positie. En Nylander zetten we op Amen. Ja. Ah. Dus we gaan voor shot power, dribbles... En, ja, geen finishing, want ik... Oh, nou, dat valt wel mee. Dat kan ook wel finishen, joh. Je kan wel een beetje finishen. Ja. Let's do this. We gooien het een beetje om. Nylander komt er nu achter. Garbaggio gaat Scholes helpen, omdat die heel stabiel is. Op CMF hebben we hem nog niet geprobeerd. Op DMF wel. En op AMF. En Nylander, die speelt eigenlijk te weinig natuurlijk. Die is echt heel goed. Snel en kan veel schieten. Is alleen niet zo sterk in beide dingen. Werdecker op de ene flank. En nog een Speedy Gonzalez op de andere flank. Het is tijd om met dit team hopelijk weer een beetje normaal te spelen. Laten we in ieder geval daarop hopen dat het spelen weer een beetje normaal wordt. Want het was echt heel slecht spel. Wat er werd gespeeld door Rayo Vallecano. Even een dipje. Nou, in ieder geval Werdecker is er. En Garbaggio en Nienkerpen verwensen lead. En Nienkerpen komt hier bij de kop. Wow. Oké, okay. Flinke kopbal, maar Adan zit er goed bij. Nu wordt er meteen snel gevoetbald door Real Betis. Hier is Bradley. Wordt meteen naar voren gevoetbald. Milivojevic. Meteen er tussendoor. Dan wordt goed gestoord. Dat is altijd fijn. Hier is Süle die moet storen en doet dat ook goed. Dat is allemaal no problemo voor Rayo Vallecano. Oh, en dan de kopbal voor de kleine meneer. Ja, dat is misschien wel moeilijker. Maar Nylander is er langs. Nylander is er langs. Nylander, Nylander. Oh, dat is net buitenspel. Oh, dat gaat er ook niet in, omdat de paas wat accuraat is. Het is net geen buitenspel. Ik heb net op het laatste moment ingehouden. Maar als ik niet inhield, was het buitenspel. Dan had ik wel een kans op goal. Maar dan was ook sowieso geen goal. Dus het was allemaal net iets te laat van Nylander. Die natuurlijk niet veel speelt. Dus wie weet voelt hij zich er nog niet zo fijn bij. Oh, bijna een doelpunt. Werdecker is daar dan. Veel ruimte nu overal. Nienkepper. Oh! Zo, huh? Via de paal aan de keeper en dan eruit. Nou, die moet ik even bekijken. In slow motion. Even Intel technologie. Ja, hoe ging dat er niet in? Dat was dan echt een ongelooflijke redding. Ja, daar ging tegen de paal sowieso. Alleen via de keeper wordt het toch gecornerd. Dus dat is alleen maar voordeel van ons. Anders was het gewoon teruggebound. Ja, via de keeper zijn handschoenen wordt het toch gecornerd. Dus dat is wel fijn, want anders was het gewoon teruggebounced alleen. Niklas Süle. Weer in topvorm. Dit zijn belangrijke dingen. Corners. Süle. Oh, raakt hem boven op zijn hoofd. Kon ook niet echt lengte krijgen met springen. Duurde iets te lang voordat hij kon springen. En kon hem alleen maar aan het toppie van zijn koppie. Koppie van zijn toppie. Maar wat een kansen meteen. Dat blijft maar doorbeuken en doorbeuken hier, oh. Nylander naar Werdecker. Werdecker die komt daar niet bij. Dan hebben we hier veel ruimte. Maar komt daar misschien Fuenzalida aan. Ja, die komt daar wel aan. Alleen kan hem daar niet krijgen. Hier zit Süle slecht bij. Alleen zo'n schot, dat gaat Süle niet moeite mee hebben. Nienkerpen moet hem even doorkoppen. Doet dat goed. Oh, Fuenzalida die hem wel heel ver voor zich uitspeelt.
Dan hebben we Ruben Castro. En dat is heel goed gepressured. Altijd even één voor de beet, de ander voor de rest. Oh, Fouad Salida, die weet hem gewoon eventjes te laten voelen. Alves drukt goed aan de kant. Gabbagio naar Werdecker. Werdecker naar Nienkemper. Nienkemper kan hij hem aannemen. Hij neemt hem aan. Hij schiet hem alleen veel te zacht. Yes. Ik wou niet weer dat hij tegen de paal aanvloog. Dat had te maken met de hoek, hè, dat hij tegen de paal aanvloog. Dat had niet te maken met de speed of met de power. Ja, maar als je veel power doet, dan schiet hij ook inaccuraat. Dat is waar. Maar dit is wel een hele... Van hier. Dit was te makkelijk. Geef de bal maar terug. Okay, maar daar is Süle. Goeiedag zeg. Niklas Süle. Oh, die Scholes komen achter mij. Niklas Süle, de 1,95 man. Van FC Bayern München. Scholes wil mij naar hem toe, maar het lukt maar niet. Oh, je weet het. Daar komt die camera. Ja, Nee, Scholes even je. Oh. Scholes die teleporteert opeens. Die verving even de huid van Nienkemper. Nou, Süle. Wat een goal van Süle. We gaan niet zien wat voor goal het is, maar het was een hele mooie. Ik kan het je in ieder geval zeggen. Bedankt dat je deze zegt. Bradley en Ruben Castro. Dit is een goede aanval en nu staat Rayo al meteen heel slecht. En dat kan op een goal uiten, maar dat wordt het net niet. Dan zag je al dat het al meteen fout ging bij Rayo. Nienkemper doet dit goed. Gaan we naar Lukaku om Werdecker te bereiken. Werdecker die hem heel sneaky naar Nienkemper doet, maar die moet de buitenkant pakken. En Werdecker die gaat er nu overheen en probeert daar Fouad Salida te bereiken. Oh, oh my god. Fouad Salida. Wat een speels elftal op deze manier. Veel dribbelaartjes, veel mensen die bewegen. En Fouad Salida, dat gaat er echt net overheen. Ja, dat ziet er al beter uit. In plaats van 66% van de paasjes die aankomen, is het 83% van de paasjes die aankomen. Zo, meteen een balletje naar Fouad Salida. Fouad Salida, oh my god. Fuck. Oh, ik dacht dat het een corner was. Ik dacht het ook. Blink but not. Bradley naar Joaquin. Maar goed, ze moeten voor het goal belanden. Dat bedoel ik. De kopbal komt, maar hij werd te veel druk gezet. Er zaten veel spelers tegen hem aan. Waardoor hij eigenlijk daar niks kon. Nylander, heel goed bezig. Werdecker dan weer. Want komt die Werdecker vaak aan de bal en krijgt hij veel vrijheid. Oef. Oh, dat scheelde echt knijterweinig. Er wordt weer rustig teruggespeeld. Er wordt nog verder teruggespeeld zelfs. Ja, waar is de ruimte? Nou, daarboven jij inderdaad. Geen idee wat Garbaggio daar deed, maar hij heeft hier weer de bal. Die zit er zo vaak tussen. Dat is echt knap. Hier is Lukaku weer. Naar Werdecker, die een beetje 50-50 stond. Dus die was sowieso niet bereikbaar. Maar dit is wel het maximale en een fijne manier om er wat uit te halen. Cheeky Nylander. Mr. Patterson. Ja, Werdecker. Ja, Werdecker terug naar Nylander. Ja. Fouad Salida komt daar. Of Nienkemper. Die gaat weer tegen de paal. Are you kidding me? Die twee doelpunten zouden echt fijn zijn op dit moment. En inderdaad, anders was het een hele mooie aanval. Hier is weer Werdecker. Weer Nylander. Weer naar Werdecker. Nee, dat moest Nienkemper. Hij schiet hem op de keeper. Wat gebeurt hier allemaal? Wat een heerlijke beweging nu van... Onze Rayo Vallecano. Balletje. Afvallende bal. Kan gepakt worden weer door Fouad Salida. En zo blijft de aanval erin. Moet niet te ver terug. Dat was een beetje iets too much. En daar is Lukaku die je perfect naar Werdecker doet. Die perfect stolt. Hier is Garbaggio. Fouad Salida komt er net niet bij. Fucking hell, dude. En dan is het halftime. Eerste helft waar constant werd gebeukt door Rayo Vallecano. Maar ook echt heel goed gebeukt werd. Goeie paasjes. De flow zat erin. 9 schoten al in 1 helft. Maar 1 doelpunt. Hij wilde steeds net niet in. Of de keeper doet het goed. Of de een doet het goed. Of de ander daar. De verdediging die hem wegkomt. Het is
Ongelooflijk. Maar Betis blijft erin. Kunnen ze de pressie voortzetten? Dat lijken ze te kunnen, want ze beginnen meteen aan de eerste helft met een goede pressie. En daar is Dieke Westgoord! Ja! Golasso! Golasso, die header! Oh, wat doet werken? Die is dronken als fuck. Hoppakee. Oh, Nienke, dat is niet chic, hè? Zo bij de keeper gaan staan. Dat is niet zo chic. Je hebt net 3 kansen gemist. En Vuurtselieven staat er ook bij je Werdecker ook. Ik weet niet of je dat zag, maar wat Werdecker deed daar, die geen idee. Wat idee? Wat deed die? Oh, je hebt die gewoon echt geen idee. Drugs op of zo. Dat zag er zo raar uit. In ieder geval Fuenzalida met weer een foute voorzet. Maar die foute voorzetten gaan goed van Fuenzalida. Dus het is eigenlijk geen foute voorzet. Het is een goede voorzet. Want het is eigenlijk een offset voorzet. In de zin van hij raakt hem compleet verkeerd. Dus hij komt te wijd. Maar Nienke kopt die wel heel goed trouwens met zijn 57 koppen. En dan zien we niet de celebration wat er gebeurde daar op de grond. Maar... Ik hoop dat ik dat nog een klein stukje kan zien. Ik weet niet of we dat kunnen zien. Oh. Hallo? Het gesprek is geëindigd of zo? Oh! Jij bent daar nog! Ik ben er nog, joh. Wat? Werkt het weer? Nee. Oproep niet langer beschikbaar. Ben jij daar, Snow? Ja. Hey! Right, let's go! Dat was dus een mooi doelpunt. Dat was een heel mooi doelpunt. Good header. Ja, dat is ook goed voor zijn supervorm. Je koopt beter dan Süle. Wat? Oh, dat is overtreden. Van Garbaggio of van Lukaku? Van Garbaggio snap ik nog wel, maar Lukaku niet. Oké, okay, Garbaggio. Tegen Boedeboes. Khalid Boedeboes. Even kijken. Deze jongetje loopt. Oh ja, ja, die knallen gewoon tegen elkaar aan. Oké. Okay. Oeh, gevaarlijk dit. Oh, heel gevaarlijk dit. Oef. Toch niet. Nienkemper dan. Zo, hallo! Ja! Golasso de Nienkemper! Zo, hallo. Oh, koekoek. Zo. Golasso die... Jouw reactie erop. Nou, dat kan ook. Ik had het helemaal niet door. Ik dacht, hé, waar blijft die bal nou? Oh, nee, ik heb die score. Ik dacht, huh? Jij was zo gefocust op met die Carbaggio rennen dat... Holy shit. Nou, als dat je inform niet vordert... Ja, inderdaad. Nienkemper met de counter. Dat was echt het wereld van verschil. Hoe die daar binnen zakt. Dan weet die dame net op tijd te tikken, zodat hij langs die andere is. En dan weer dat outside curletje langs de keeper. 4 man omspeeld. Het past echt allemaal net. Holy crap. 3-0. 3 goals verschil. Rayo Vallecano met een ploeg die een beetje een testje was eigenlijk dit. Oh, verkeerde bal. Verkeerde bal? Verkeerde man. Wrong man. Wrong man with the wrong balls. Widmer naar Fuenzalida. Fuenzalida, die hem even rechtstreeks doet. Kan hij in één keer door? Heeft hij de snelheid? Die heeft hij. Daar komt hij door. Oh. Wat een schwung zit er in dit elftal bij Rayo vandaag. Ja, zo speel je echt de slechtste wedstrijd van het seizoen. En zo zit er een soort supercharger erop. Ruben Castro, wat gaat die proberen? Die probeert er voor te geven en die wordt gewoon weggehaald. Oh, die maakt een salto, joh. Fuenzalida. Weet er ook langs te komen. Naar Nienkemper. Nienkemper en Werdecker nu. Naar Werdecker. Weer terug naar Nienkemper. Oh, net niet. Zal net een voetje tussen. Dan hebben we hier Garbaggio. Paul Scholes. Naar Fuenzalida. Nee, naar Widmer. Nu naar Fuenzalida. Fuenzalida kwam er goed langs. Alleen wordt wel goed getackled.
Oké, is legit. Ja, het was op de bal. Wat is dit? Dit is Ruben Castro die eruit gaat, de oude rot. Zo. Voor Sergio Leon. Ja, die sprint echt hard. En hij ook? Die denken, snel, snel. Ja, want ze willen de tijd besparen. Hier hebben we Fuenza Lida. Nee, gaat naar Nylander. Nu is daar Fuenza Lida. Balletje. Door naar Werdekker. Oh, bijna Werdekker. Oeh, heel mooi uitgevoetbald. De ultieme kans hier. Fuenza Lida, hoogballetje naar Nienkerp. We weten perfect nog hoe krijgt hij hem naar Werdekker. En Werdekker met een heerlijke volley. Echt een fantastische volley. Maar Adan, die klapt een beetje zo van... Ja, best goed gedaan. Maar je hebt er niet zoveel aan. Want hij gaat erin. Wat? Oh. Wat was dat? Hij liep er gewoon tegenaan volgens mij. Of niet? Dat zag er heel raar uit. Intel Technologie Activated. Wat gebeurde en wie was het eigenlijk? Jij? Was het Nienkemper? Ja. Oh, hij ging er gewoon langs. Ja, hij raakte er niet eens aan. Oh ja, daarom is het ook nog een corner. Daarom is het nog een corner. Dat maakt sens. Het zag er heel raar uit. Het zag als een scorpion kick eruit iemand. Daar is Süle! Ja! Oh my god, die Süle, jongen. Echt OP as fuck. En hij moet nog header leren. Oh jee, nou, laten we dat maar niet doen dan. Dan scoort hij alleen maar. Of juist helemaal niet meer. Ja, dat kan ook. Player ID weg. Niklas Süle scoort een fantastisch doelpunt. En het is 4-0 voor Rayo Vallecano. Het is een Golfenstein. Het staat allemaal als een huis. Boop. En hij kopt hem er weer geweldig in. Hij laat hem echt heel goed van zijn hoofdje vieren. Wat een situatie is dit. Garbaggio heeft weer de bal. Werdekker komt er langs. Oh, krijgt de legeer uit om wat te doen. Hier hebben we Joaquin. Dan hebben we Sergi Leon en Bradley. Oef. Daar is een goede kans. Het staat even wat meer achterstevoren. Hier is Lukaku, Nylander, Widmer. Komt wel niet naar Fuenza Lida, maar het gevaar is een klein beetje geweken. En ze moeten weer keihard door. Ja, dat gaat toch fout dan, hè? Daar is Nienkepper weer. Zo! Dat is een overtreding. Oh, dat is geen overtreding. Wel jawel, de voordeel werd wel heel laat gegeven. Ik dacht, dat wordt niet meer gegeven. Het was een overtreding. Ik zag de scheidsrechter met zijn handjes. Alleen, hij werd niet gegeven op het laatst. Ik denk, nou, die voordeelregel is snel weggewerkt. Nou, de full power Paul Scholes, kan je hem? Nee. Nee, dat is moeilijk met zulke delay. Dat is moeilijk met een klein beetje delay. Klein beetje internet lag. Ook al is die minimaal. Ja, nou ja, time is sowieso al redelijk streng. Zo! Mega beat. Nienkemper krijgt veel ruimte daar, zeg. Dat is echt, er zit heel veel ruimte ertussen. En Nienkemper probeert het ook even. Het is een soort salsa-dans van spelers nu. Alves zat een beetje vast daar. Ja, die moet wel terug, want er is verder niemand die daar vrij staat. En Scholes, die weet daar in ieder geval goed dwars te zitten. Ja, perfect weer. Door de mannen van Rayo Vallecano druk gezet. Oof. Zo, die kwam wel heel snel daar. Nylander heeft hem en Scholes ook. Dus Fuenza Lida is daar weer. Fuenza Lida met de run. En die is snel. Die is heel snel. Krijgt hij hem daar? Dan krijgt hij hem! Oh! Oh my god, het had nog groter resultaat kunnen zijn. Wat gebeurt hier, joh? Het resultaat wordt alleen maar groter en groter en groter, maar niet hier. Oh. Een volley ineens. Nou, het mogen dan wel talenten zijn allemaal, die Nienkemper en die Werdekker, maar de kwaliteiten moeten ze nog wel even aanleren. Voordat er dat soort doelpunten gescoord gaan worden. Widmer, die net iets achterstevoren blijft, waardoor wel deze paas kan komen van die vrijheid. Maar Rayo, die heeft het ook wel verdiend om een klein beetje aan te hebben. We wel een tegenstander? We hebben een tegenstander. Waar is die dan? Die is nergens als Rayo druk blijft zetten. Zoals elk ploegje. Die kan dan niks. Op het moment dat je ze laat voetballen, dan ineens komen de kansen. Oh. Oeh, mooi druk gezet en een geweldige markt van Alves. Na een schotje
van Betis, die nu heel aanvallend gaan spelen. Die denken, er valt nog wat te halen. Alves heeft die niet. Werdecker wel. Süle. Oh, die was voor Werdecker eigenlijk bedoeld. Nienkamp tegen drie man. Ja, tot nu toe. Er zijn geen mensen, maar Nienkamp wacht toch. En dat betekent dat nu alles weer dicht wordt gezet. Er zijn ineens weer 16 mensen bij de tegenpartij. Maar... Nee. Oh, Widmer. Widmer, die had daar geen kracht meer voor. Na al dat gepressure, dan gaat die stamina natuurlijk omlaag. En dan wordt het wat moeilijker lopen. Lukaku met even een rustige overtreding. Dat zijn kleine shuntjes. En dan is het de 89e minuut. Had meer ingezeten voor Rayo, maar een winst is een winst. 4-0 is een geweldig resultaat. Of 4-1. Bijna 4-1. Süle kon daar niet bij. Real Betis die dat goed doet. Maar er is nog een klein beetje tijd. Er is nog een klein beetje tijd. Als Nylander hierbij kan. En dat kan niet. En naar Werdecker. Werdecker. Oh, Werdecker. Oh, glit. Je speelt niet heel erg goed, die Werdecker. Werdecker die blijft een beetje achter lopen. Maar wie weet... Is ook de jongste. Allemaal. Het is inderdaad de jongste. Nou ja, niet... Van de twee wingers. Dat sowieso. Maar wat een wedstrijd. 4-0. Het resultaat had echt 8-0 kunnen zijn met 17 schoten en 11 op doel. Nog niet effectief, Rayo Vallecano. Maar wel effectief genoeg in deze wedstrijd. Plus die kansen zijn gecreëerd. En dat is sowieso ook al iets positiefs. Nienkamper is de man of the match. Süle met een 6,5. What the hell? Süle met een goaltje en 6,5. Maar 2 had hij er. Die had 2 doelpunten, maar in de verdediging was hij wat wonky at times. Liet maar hij zijn mannetje heeft even sheet. Doen. Ja, maar ja, als je toch een beetje dingen laat vallen, daar wordt op gerekend. Hè? Het is de letterlijk... Cut him some slack. 1 verkeerde paas is rating naar beneden. 1 verkeerde tackle, rating naar beneden. Het is niet zo dubbel op. Rayo Vallecano mag alleen niet weer naar plek nummer 4 voor Champions League voetbal. Want Valencia doet precies hetzelfde. Die doet bijna precies hetzelfde. Want die zit zelfs gelijk met de wins, draws en losses. Die heeft precies 14 wins zoals ons. 9 draws en 5 losses. Alleen het doelsaldo is 4 goals hoger. Dat had wel fijn geweest inderdaad als we het doelsaldo omhoog konden krikken met een 8-0'tje. 4-0'tje is natuurlijk ook omhoog krikken. Maar we lopen nog wel achter Valencia aan en hopelijk... Moeten we nog tegen Valencia? Nienkamp is improving dramatically at the moment. Zijn swerve en zijn lofted pass gaat omhoog. Nou zijn dat niet echt zijn kwaliteiten. Maar het is altijd leuk om te zien dat het omhoog gaat. En door die stats omhoog gaat zijn overal naar 74. Dat gaat soms zo snel. En Verdasca kan nu manmarking leren. Omdat hij ook nog beter wordt. Dus dat is ook allemaal heel fijn. De volgende wedstrijd is tegen Eibar. Zit gelukkig wel veel rustdagen tussen. Oftewel iedereen is weer helemaal back to fitness. En hier zien we early strike enough for the win. Nou, er gingen genoeg andere dingen gebeuren hoor. Lucassen to be transferred wordt er gevraagd. Betekent dat Lucassen ook deze zomer eigenlijk stopt? Zijn contract? Nee. Zijn contract loopt nog door. Maar Spal die denkt, we gaan eventjes met Lucassen in gesprek. Dat vind ik dan weer niet zo netjes. We hebben hier weer 2 nieuwe mensen voor onze weak spots. En onze weak spot wordt als AMF gezien. Dit is echt een Eredivisie talentje. Manu Garcia is op dit moment in deze game 21 jaar en heeft een hoge strength on de bal. Kan een beetje dribbelen, kan een beetje snelheidje hebben, maar heeft 69 kicking power. Dat komt dus niet vooruit. Fysiek is hij zo slap en kan ook niet eens de lucht in komen. Hij is maar 1,70 met 55 jumping. Dat ga je te veel voelen. Maar in real life een echt Eredivisie talentje. Dat was hem voor vandaag. Hoop dat jullie hebben genoten. En... ik hoop dat we met qua training ook alles goed hebben staan. Bijvoorbeeld voor Werdecker en Nienkamper. Want wat gaat er nu snel omhoog bij Nienkamper? Nou, Swerve ging omhoog en dat wordt niet eens getraind als prolific winger. Dus dat is ook wel interesting to see. Kicking power, speed, explosive power. We hebben het allemaal bij deze mensen. En Garbaggio, die laten we gewoon voor wat het is. Want die... krijgt vanzelf wel de finishing, vanzelf wel de snelheid, vanzelf wel nog beter koppen. En dat ziet er echt goed uit voor Garbaggio. Wat een guy is deze. Garbaggio! Bedankt voor het kijken, tot de volgende keer. Tot morgen.